Stichting Hoteloverleg Regio Arnhem zit niet op nieuwe hotels in de gemeente te wachten. Gisteren werd bekend dat het voormalige pand Marktstaten gekocht is door Bastion Hotels. De stichting stelde daarna, samen met de Koninklijke Horeca Nederland en het regionaal bureau Toerisme Arnhem Nijmegen, een brief aan de gemeente Arnhem op. Hierin uitten zij hun zorgen over de toekomst. Onduidelijk is wat er precies in de brief staat. De regionale krant De Gelderlander berichtte dat er in de brief... aandacht wordt gevraagd voor de komst van een nieuw hotel in de binnenstad. Door nieuwe hotels en lokale logeerinitiatieven... zouden nog meer kamers in bestaande hotels leeg komen te staan. Bastian Hotels wil in het voorjaar van 2018 in de zuidelijke binnenstad... een viersterrenhotel met 120 kamers openen. De gemeente heeft de vergunning nog niet verleend, maar de eigenaar Mike Williams ziet dat met vertrouwen tegemoet.